kijken wat het Eiermuseum is. Ja. Het Eiermuseum. Nee, het is een eierwinkel voor de, kindersurprise eieren. En die moet je dus hier ergens kunnen vinden. Pas op, Mo, je loopt voor het beeld. Nee, jij filmt voor mij. Oh ja, hier een typische Berlijnse zwerver. Die kant op. Welke? Die. Oh. Welke kant moeten we op, Klaas? Die kant op. En welke straat zijn we nou op zoek? Ja, Klaas. Heimstrabe. Heimstrabe, Straße. Aha. Und? Ein Kasteel in Duitse Straße. Waar moeten we heen dan? Geradeaus, immer geradeaus. Ja, geradeaus, ah. Gut. Ze hebben hier buiten gewoon dappere klarovers. De benen wijd staan ze in. Ja, wat voor houding is dat eigenlijk? De kinderen lopen ook heel ver weg. Ja, ze hebben twee kinderen en één zo'n dappere klarover. Nou, er is de eierladen. We gaan er nou heen lopen. We moeten even voorzichtig zijn, want er kunnen hier ook fietsers op het pad aankomen. Hier waar dat die fiets op staat. Even kijken hoor. Nou. Is niet open. Nee, ik ben 1 uur pas. Nou, scheisse! Kan je dat zien hier? Wat er allemaal in staat? Ik ga even inzoomen. Wat er in het. Oeh, dus, jawel. Hey, maar je had de spullen mee moeten nemen. Je had je kunnen verkopen. Ja, oh, kijk. Oh, smurfen, stroeven. Wat Furby's staan er al in? Waar Furby? Tweede plank. Achter, ja, voor de ortifanten. Ik moet er even uit. Oh, achter. Ja, wat hebben we hier? Okay, voor de ortifanten. Oh. Ja, oké. Okay. Het is reet te klein. Ja. Even kijken. Oh, daar. Och, kijk eens even. Je kunt alles kopen gewoon. Oh, mijn lieve god. Nou, gaan we terug even heen. Ja. Op de terugweg komen we terug, want het is dicht. Oké, okay, nou dat was het dan. Ik denk dat jullie ook over zijn. Eierladen. Happy hippo hoogte. Die dingen gaan straks aan de kant ook nog, hè, de tunnelaar. Ja. Waar moeten we op stemmen? Dat weten we niet. Dus we gaan even kijken wie er allemaal beschikbaar zijn. Dat is 1. Ik weet niet hoe heet het, hè? Staat dat erbij? Nee. Nee, oh. We mogen alleen maar op gezicht afgaan. Die is al verscheurd. Die wordt vast niet. Deze is nog een jongen. Welke? Waar is je vinger? Oh, daar. Oh ja. Of die? Die mooie man. Ja, die kijkt wel ontspannen. Ja, heimelijk om de winkel ook natuurlijk. Ja, maar deze wordt het. Even kijken, waar is die? Ja. Helmoen. Iets in zo'n Helmoen. Heet die Helmoen? Ja, die niet. We zitten hier bij de metro en zitten te wachten op onze metro. Die wil niet komen. Ja, die komt hier. En dit is de metro die hier stappen ze uit nou. Zo ziet dat eruit in Berlijn. Zo. En straks rijdt hij ook weer weg. Daar wachten we even op. Nou. En dan gaan we naar de. Wat was de volgende halt ook weer? De Tiergarten? Hè? Eerst naar de Merikbaan, dan gaan we overstappen. En dan, nou, ga weg. Ja hoor, daar gaat hij. Nou, dat gaat hard. Nou, en weg is die. Nou, Klaas komt er nog steeds niet uit. Dus we kijken, maar kijk, dit stond op het boekje, dus dat is vast wel interessant, dat ding. Even kijken, ik ga er even naartoe. Het is voor televisie of zo, ik weet het niet. Het is een toren. Ja, mast, hè, heet dat, mast. Nou, dat zit hier. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Is hier nog meer leuks te zien? Nou, ik weet niet. Ik weet niet waar dit is. Friedrichstraße. Een tram. Allemaal mensen. Een auto. En busjes en alles. Wat hebben we hier nog meer? Ja, dat is het eigenlijk. Dan moeten we nog even verder zoeken waar de Tiergarten is, want daar gaan we straks heen. Dus, maar je hebt hem nog niet gevonden, Klaas. Nee, zegt hij. Zo onder de linden. Dat staat erop. Ja, dat is hier zo naast. Die naast zit hier. Dit is bus. Dus het is toch leuk dat het er staat? Ja, snap dat dan. Dit is niet leuk. Dat is onder de linden. Daar lopen mensen. Langs porno en piepshows. Hey, dit is Prins Bellen, man. Oh, nee, deze niet. Nou, ik zet hem hier op stoppen hoor. Ja.
er is paniek. Die agent is druk aan het maken, dus dat is leuk. Kijk, hij is boos hier. Doorrijden, verdomme! Verdomme maar! Dat kan al niet meer. Kijk, hier, nou is hij weer. Komen de belangrijke mensen aan, de ministers. Ja. Film ze nu allemaal. Ja, ik heb ze, ja. Kijk, hier, 1, 2, 3. Ja, je ziet ze allemaal goed voorbij komen. Tuurlijk, zeggen ze. Kijk, die man die was echt helemaal... Belachelijk, hè? Ja, dat komt gezellig. Ja, oh, er komen er nog meer. Nou, consulaatauto's, politieauto's. Derek zit ertussen. Leuk. Premier Kok. Ja, die hebben we nou al gehoord, Premier Kok. Dat wordt steeds duurder, je muziek. Ja, we wachten nog even. Ja, goh, daar staan we dan. Nou, kunnen wij later naar de dieren gaan? Het gaat een stuk sneller, hè, als je met de bus gaat. Ja. Goh, wat is dat voor tuig? Nou, een bus, dat is het personeel of zo. Tegen elkaar aan. Leuk. Waar gaan ze heen allemaal? WIP. Nou, dan wil je die man nog een keer erop. Oh, daar komt gewoon een oude Mercedes, die telt niet meer. Nee, er komt nog meer. Politie. Alle belangrijke mensen stappen dit hotel in. Dit is nou het Hotel Adlon. Het is uitspoelen van allemaal, dan kunnen we het beter zien. En als je nou naar daarheen gaat, is het de Brandenburger Tor. Ja. Kijk hier, dit wordt allemaal gebouwd. Dit, wat was dit ook alweer? Ja, dit is een potstel op plaats. Ja, dit is nou recht door, Philip. De Brandenburger Tor weer. Komen al die auto's weer tegen. Dit is de Bundestag. Oh man, hè? Die staan zo maar. Ja. Ze is snel uitgestapt, die Lara. Ze staan allemaal op plein, als je dan helemaal midden door de toren ziet, kijk, staan ze allemaal op foto's, statiefoto's. De lippenstift en de poederdoos? Ja, de poederdoos zit ernaar. Ja, dit is dit. Volgens mij, hè, dat platte ding. De poederdoos. Dit is de technisch kiertje. Ja, hij is een beetje kapot. Ja, maar ik heb tegenlicht, dat is wel jammer, maar ik denk dat je het goed kan zien. Ja. Hier is een Duits festival met rotmuziek. Een buitenlands festival. Ja, of buitenland. Maar dit ding is ingepakt, de lippenstift is ingepakt. We gaan nu naar de dierentuin. Hoi. Nou, dames en heren, dit is hem dan, een panda. Hier doet het Wereld Natuur Fonds nou zo moeilijk over. Dit moeten we dus met z'n allen zien te redden. Dat er niet de laatste uit wordt. Ik zie niet eens waar zijn kop zit. Ja, onder zijn poot. Ja, wacht, die ga ik even close-uppen. Nou, hij heeft wel scherpe nagels, of niet? Nou, leuk, dat is hem dan. Goh. Oh, dit is zijn kop, ja. Ah. Onga, onga! Mussen! Dat is een panda. Nou, hier hebben we een Duitse lynx. Je ziet wel hoe geamuseerd hij door zijn kooi loopt. Het blij die is met zijn ruimte. Ja, de panda heeft bewogen, dus dat leggen we even vast. Hij is anders gaan liggen. Ja, daar is hij. Close-up. Deze kant is lekker. We zitten nou bij de dierentuin en dit kun je er eten. Wat het is, weten we niet. Het is een beetje die sperzieboonachtige dingen. Als je erop koud, klinkt het zo. Ja. Het is een beetje glibberig, plakkerig. Die ragu of alles wat erbij zit is wel lekker. Wat hebben zij? Oh, die hebben een braadworst met friet, dus dat is wat laf eigenlijk. En Klaas heeft hetzelfde als ik. En we hebben ook enge toetjes. Hele enge toetjes. Oh, daar is die, ja. Dat hoor je nog wel hoe dat was. Nou, we gaan verder met de maaltijd. Ja, daar gaan we. Klaas gaat zijn toetje proberen. Is het lekker? Smaakt goed, hè? Dat is in ieder geval jam met je vla eroverheen. Ik ben benieuwd naar die van jou. Alleen maar jam met vla. Ja, een beetje hard gemaakt als jam. In de houding, trillend. Ik wil het. Hij begint met de vla. Nee, ik hoor het niet echt. Nou, de vla die bevalt, dat zie je. Oh, lekker, dit is met jelly. Ja, jelly. Dan gaan we even zoomen, want die jelly die moet er natuurlijk op. Dat is zo'n lepeltje, maar wacht even. Oeh, lekkere geluiden. Dat is gewoon niet te vullen. Getsie. Oeh, dit is wel real TV dit. Nou, neem een hap. Schweppes. Ja, neemt die met, kijk. Ja. Niet pesten, niet pesten. Nou schrikt hij, overdaad.
Oeh, dat was een boel. Onverdaad schaad. Kijk, hij gaat zijn dingetje schoonmaken, zijn sprieten. Dat is een mier ook alweer in Duits. Ameisen.